En nu hoorde ik ook dat er dit jaar een stuk meer monumenten meedoen als vorig jaar. Klopt dat? Ja, dat klopt. We zijn heel blij. We hebben gewoon bijna 45 monumenten die hun deuren openen dit weekend. En dat zijn er heel veel. Dus men weet ons nu te vinden en wordt steeds enthousiaster om mee te doen. En dat vinden we natuurlijk top. Breda Nu. Met z'n allen de Open Monumentendagen aan het ontdekken. Hoe vinden jullie het? Ja, het is wel leuk. Ja? Kinderen leren er veel van en het is ook nog een mooie dag. Het is mooi weer, dat is helemaal goed. Gaan jullie vandaag nog meer bezoeken? Nou, we gaan straks het centrum nog eventjes in. En dan gaan we nog wat andere monumenten bekijken. Ik heb nog geen idee welke. Er zijn er genoeg hier in Breda. Dus we gaan gewoon kijken waar we tegenaan gaan lopen. Het is hier eigenlijk al best wel druk in de stad. De Open Monumentendagen worden volgens mij redelijk goed bezocht. Hoe gaat dat hier? Zijn er veel bezoekers? Ja, prima. Eigenlijk meer dan anders. Meestal hebben we 500-600 bezoekers per dag. En we hadden er gisteren al 1200 en we zitten nu halverwege de dag op 600. Dus dat belooft veel, ja. Ja. En denkt u dat dat ergens mee te maken heeft, specifiek? Nou, ik denk het mooie weer natuurlijk wel. Ik denk ook toch een klein beetje op... Over het thema waar in de pers nogal wat belangstelling over geweest is, dat daar mensen toch op speciaal op afkomen. Ja, zie ik wel. Ja, deze editie hebben we ervoor gekozen om twee programmalijnen te volgen. We pakken het Europese thema van arts en entertainment. En dat hebben we dit jaar vertaald naar de kunst van Breda's vermaak en vertier. En daar hoort, die zie je misschien hierachter, komt de paardentram aanlopen. Dat is natuurlijk echt ook vertier. En het andere thema dat we hebben is 75 jaar vrijheid. Omdat dit jaar in oktober Breda en Brabant 75 jaar vrijheid viert. Ja, hi, ik ben Steven van House of X Entertainment. En wij zijn hier vandaag op Monumentendag uitgenodigd voor de list van Turfschipper, waar wij hier uitbeelden. We hebben zojuist jullie gevecht gezien. Kun je een beetje uitleggen wat daar precies in gebeurt? Want aan het einde roepen jullie ook nog... Nou, aan het einde hoor je natuurlijk Leven Prins Maurits. Het gaat om de list van de Turfschipper, waar de Turfschipper Adriaan van Bergen... die heeft een list bedacht om het kasteel weer vrij te maken van de Spanjaarden. En eigenlijk spelen wij het stuk na, wat net na het punt komt als hij aan is gevaren met zijn boot en wij de boot uitspringen en het kasteel weer terugvangen. Breda Nu.